dit is mijn eerste langspeelfilm en die ervaring is totaal anders, vind ik, dan een reeks. Ook het samenwerken met Sabine en Niels is heel aangenaam. Zij hebben een heel vrije manier van werken. Ik heb het gevoel dat het is veel minder technisch is dan andere rollen die ik heb mogen spelen. De camera komt naar u en je kunt zo echt uit de bol gaan eigenlijk als personage. Dus je kunt heel veel improviseren en het is heerlijk ook dat er zoveel tijd wordt genomen om scènes te doen werken. En ja, het is een zalige ervaring. Ik vind het heel fijn. Dus nog? Graag. Meer. Ik speel Charlie, de vriendin van Alexander. Ik word niet echt zijn vrouw, we trouwen niet, maar we krijgen wel een kind samen. En mijn personage is heel zelfverzekerd. Heel ondernemend, want ze heeft een eigen modelijn, kledinglijn. Ze is heel creatief en een beetje een buitenbeen in het gezin. Het is wel een verrassing als ze wordt voorgesteld als de vriendin van Alexander. Ze durft haar mening zeggen, ze is recht voor de raap. Ze is ook creatief ook, dus dat is ook een heel andere wereld dan die van de familie. En ze is ook een pak ouder en zwanger. Dat zijn allemaal dingen die ervoor zorgen dat ze... Het is een beetje iemand die anders in het leven staat dan het gezin waar Alexander uitkomt. En ze trekt hem daar een beetje in mee. En het is een soort van frisse wind, denk ik, in het gezin. Charlie en Mona, dat klikt ergens wel. Charlie is iemand die helemaal anders is dan Mona. Want Mona is zo ingetogen en zou minder snel echt zeggen waar het op staat. Terwijl Charlie zoiets heeft van, kom aan. Maar ja, ik denk dat een intense vriendschap is dat niet. Maar ik denk dat zij kijkt toe hoe dat gezin werkt. En zij denkt er het hare van. Zij gaat daar niet in rebelleren of in tegenin gaan. Maar gewoon leidzaam meegaan. En dan denk ik, thuis doe ik het anders. Cinevox.